It's mukbang time. Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Ik heb gisteren een bubble tea mukbang opgenomen en dat smaakte naar meer. Daarin zou ik vragen gaan beantwoorden, maar dat is niet gelukt, want ik was alleen maar bezig met bubble tea reviewen. En vroeger maakte ik heel veel mukbangs. Misschien zijn er wel mensen die deze video zien die mij vroeger volgden en nu niet meer. Dat zou ik vet leuk vinden. Misschien komen er ook wel nieuwe mensen. Hi, dat zou ik ook heel leuk vinden. En misschien zijn het alleen mijn kijkers en dat zou ik ook heel leuk vinden. Ik maakte dus heel vaak mukbangs. En als je mij kent, dan weet je dat ik vooral sushi altijd is mijn fave. Als ik eten bestel, ik bestel nooit pizza. Ik vind pizza wel lekker als je uit eten bent bij de Italiaan bijvoorbeeld. Echt lekkere pizza. Maar ik ga er nooit voor. En ik ben op de gezonde tour. Dus dat, maar ik vind het echt zonde om voor mijn YouTube-kanaal geen uitzondering te maken. Dus vandaag kletsen, vragen beantwoorden. En op Instagram vroeg ik, wat moet ik eten? Heel veel zeiden sushi, maar iemand zei, hey, pizza is tweede gratis. Dus toen dacht ik, oké, superleuk. En ik heb er ook andere dingen bij besteld. Het is veel te veel. Maar ik vind gewoon bij mukbang of mukbang, officieel is dat volgens mij ook zo bedacht, moet je gewoon veel hebben. Ik vind het leuk voor jullie dat je veel kan zien, dat ik veel kan proeven. Hou ervan. Je moet gewoon uitpakken. Echt één pizza vind ik veel te saai. Dus we gaan eerst eventjes kijken naar wat eten. En dan, terwijl ik eet, ga ik echt de vragen beantwoorden. Want anders zit ik weer een half uur over het eten te kletsen. Ik ben, vond ik nog leuker, voor die pizza's gegaan waarbij je twee verschillende helften kan kiezen. En ik heb bloemkoolbodem gekozen. Want iemand zei, hey, je doet keto. Dus ga voor bloemkool. Nou, het bestaat voor 37% uit bloemkool of zo. Maar ik vond het ook wel leuk om die een keer te proeven. En te testen in deze mukbang. Dit is pizza 1. Bloemkoolbodem. Dit is truffel. Die is echt heel lekker. Truffel tapenade. En dit is voor cheese. En dat vind ik heel lekker omdat die zo'n crème fraîche bodem heeft. En ik heb echt best wel heel erg veel trek. En op donderdag ben ik dus heel vaak alleen thuis. Dus ik dacht, misschien kan ik dit weer vaker gaan doen. En hier heb ik eigenlijk een combi van mijn twee favoriete pizza's. De bovenste is Prese. En de onderste is buffalo mozzarella. Heerlijke peerly. Ik wil even één hapje nemen en dan ga ik vertellen wat ik nog meer heb. Want ik heb echt honger en ik ga beginnen. Ik dacht met de truffel, maar die is heel heftig. Maar deze ook wel, maar dit is zo lekker. Volgens mij is dit mijn eerste keer pizza mukbang. Ik weet het wel zeker. Lekker. Oh, dat is heerlijk. Ik wist ook niet dat ik deze pizza zo lekker vond van New York Pizza. Ziek lekker. Eigenlijk is dit mukbang, hè? Gewoon eten. Meestal laat ik de korstjes liggen. Omdat ik dan de toppingstukjes gewoon zoveel lekkerder vind. Oké, ik heb dus twee pizza's. En ik dacht, ja, boeiend. Want als mijn vriend thuis komt of morgen mee naar zijn werk, vindt hij dat echt heerlijk als er pizza is. Maar dit is wel een beetje overdreven. Ik heb een toetje. Dat is deze. Die vond ik vroeger zo lekker. De Cinnasticks, volgens mij. Vroeger zat de icing in zo'n kuipje. Nu is het zo. Ja, dit is al een hele maaltijd op zich. Maar hashtag mukbang. Dit heb ik er ook bij gedaan. Gewoon omdat ik dacht, dit hoort ook bij de mukbang. Nog nooit gehad. Ik kan hier echt met vier mensen van eten. Of meer. Dit zijn dus nachos. Met meat. Je hebt met kip en met rund. En ik heb dus met rund. En nu moet ik ook nog even een thumbnail maken. Hoe dan? Oké, welkom bij YouTuber Live. Het is echt heel overdreven. Ik heb alles zeg maar letterlijk gewoon een soort van schuin naar voren gezet. Komt-ie. Misschien laat ik alles wel gewoon open liggen. Geef wel meer een mukbang sfeertje. Dan maar koud, toch? Ook lekker. Ik ben ondertussen nog steeds een thumbnail aan het maken. Ik heb ook Coda vanille. Ik hou niet echt van fris, maar als ik iets drink, zoals nu, zero vanille. Geweldig lekker. En laten we even die nachos gaan proeven. Tot nu toe heb ik aan de zijkant alleen maar van die stukjes met niks. Maar ik ben benieuwd. Oké. Mega. Ik deed gewoon allemaal droge chips. Ik kan gewoon de hele video vol lullen met alleen maar praten over het eten. Best oké voor nachos die ook bezorgd zijn. En die soort peper erop is best wel lekker. De smaak is wel echt oprecht heel lekker. Het sausje. Ja, het was echt niet nodig, maar ik wilde het gewoon proeven. Ik heb heel veel vragen gekregen. Nu ga ik er even bij pakken. Iemand vraagt, wat is de naam van H?
Sommige mensen denken dat ik nog steeds zo geheimzinnig ben, mysterieus. Ik heb zijn naam echt al zo vaak verteld. Zijn naam is Hill. H-I-L-L. Dat is zijn naam. En als je echt al mijn video's kijkt, dan weet je waarom ik zo geheimzinnig altijd over mijn relatie met hem ben geweest. Maar dat is echt al zoveel minder. Maar dat komt gewoon door zijn privé situatie. Hij heeft een dochter en hij zit gewoon helemaal niet op social media. Hij wil gewoon lekker anoniem blijven. Dus ik vind dat hij al best wel veel daarvoor opzij heeft gezet voor mij. Want hij staat op mijn Instagram meerdere keren met foto's. Hij verschijnt wel eens in beeld. Ik heb dingetjes over hem verteld. Dus zo geheimzinnig is dat nou ook weer niet meer. Ik ga deze wel even dicht doen. Dus daar gaat mijn standaard voor mijn pizza. Nee, dus we kregen een paar van die gekke comments. Die heb ik ook op mijn Insta gezet. En kregen mensen, reageerden ook van, huh, dat zijn echt niet mensen die vaak kijken. Oh, de pizza wordt nu al koud, zie je. Maar het is alsnog wel lekker. Nou, nog iets over haar. Willen jullie graag samen nog een kindje? Heb ik ook al 1000 keer in mijn video's verteld als je het vaak kijkt en anders weet je dat niet. Nou, ik wil heel graag kinderen. Dat weet ik echt al mijn hele leven. Dat is het enige waarvan ik kan zeggen dat het echt mijn droom is. En heel veel met mij ook nog wel een kind. Hij had niet zoals ik echt die wens van als ik een nieuwe relatie krijg wil ik echt dat zij kinderen wil. Want hij heeft natuurlijk al een dochter en zij is ook al wat ouder. Maar samen willen we dat wel heel graag. Lijkt het voor jullie nu net of ik deze cola in een doos giet, omdat jullie mijn glas niet zien? Hoe leuk is dit glas trouwens? Niet per se met cola, maar roze van de Action. Vet goedkoop, nog geen euro. Er zijn wel veel vragen gekomen over haar en zijn dochter. Ik heb dus laatst verteld dat hij een dochter heeft, omdat ja, het op een gegeven moment wel duidelijk was voor mensen en het gewoon te geheimzinnig was. En zeggen dat hij een dochter heeft is in feite geen afbreuk aan haar privacy, zeg maar. Maar ik wil wel een beetje opletten met wat voor vragen ik daarover beantwoord. Want iemand vraagt, wat is je favoriete ding om samen met je gezinnetje te doen? Kan ik wel antwoord op geven. Wat vind ik heel leuk? Als we filmavondjes hebben en bijvoorbeeld een matrassen beneden leggen en lekker snackies, echt zo'n movie night. Of wat ik ook altijd gezellig vind, als er bijvoorbeeld een vriendinnetje komt dogeren, sleepovers zijn ook leuk. Vaak een beetje de juist niet geplande dingen, zoals lekker naar de kinderboerderij fietsen, knutselen, spelletjes doen, samen koken, lekker samen ontbijt. Ja, eigenlijk echt de knullige, onbenullige dingen. En we hebben gewoon echt mega veel lol. Het is gewoon echt geweldig. Ik vind het echt heel leuk. Ik wil er zoveel over vertellen altijd. Maar ja, ik ben gewoon heel voorzichtig daarin. Nee, maar het is heel erg leuk. En eigenlijk de momenten als we met z'n drie aan tafel zitten, dat zijn altijd echt de gezelligste momentjes. Dan hebben we gewoon zoveel lol en gezelligheid en lekkere gesprekken en helemaal top is dat. En naar bed brengen vind ik trouwens ook heel leuk altijd. Ook altijd met z'n drietjes en lekker even lezen of nog een beetje kletsen, nog een beetje dollen. Ja, dat bedmoment vind ik ook altijd heel gezellig en fijn. Die olie op de rand, echt lekker. Hoe bevalt Zoetermeer en wat zijn je favoriete plekjes in Zoetermeer? Nou, daar heb ik ook meerdere vragen over gehad, over Zoetermeer. Heel eerlijk, ik zei altijd ook in mijn video's van waar ik ook woon, het maakt mij niks uit. Ik ben daar heel makkelijk in. En dat is ook zo. Maar ik merk wel dat ik niet hou van Zoetermeer. Ik heb geen liefde voor deze plek. Het doet niet heel veel met me. Je hebt hier zeg maar alles. Ook voor gezinnetjes is het top. En je hebt de sportscholen en supermarkten en winkels. En alles is in de buurt. Maar ik vind nou, kijk dat het niet mooi is, is algemeen bekend. Maar ik vind het niet per se een hele leuke plek. Als ik in Den Bosch ben, denk ik, oh echt leuk. Of in Leiden echt leuk. En ja, ik vind het hier niet echt, maar het maakt me niet uit, zeg maar. En ik heb Nicole hier nu ook in de buurt en dat vind ik heel leuk. Nieuwe vriendin. Zij laat mij dus nu ook een beetje plekjes zien die leuk zijn. Dat had ik toen gevlogd. Nou, dat was wel leuk, maar ik heb niet echt favoriete plekjes. De stad, maar die vind ik ook niet eens super leuk hier. Maar ja, een kinderboerderij. Die ene kinderboerderij vind ik heel leuk. Bij Buitenweg. Nee, Meerzicht. Dat vind ik een hele leuke kinderboerderij. Oh, ik heb die truffel nog helemaal niet geproefd. Ik denk dat ik niet echt een favoriete plek heb nog. Nee. Nee, ik vind het gewoon niet heel interessant hier. Andere vragen. Natuurlijk waren er ook vragen over 35. Voor wie ik niet weet, dat was mijn eigen zaak. Daar heb ik ook kort geleden een video over gemaakt waarom ik gestopt ben. Maar ik heb niet heel veel zin om daar meer over te zeggen dan ik heb gedaan. Ik heb er eigenlijk al best veel over gezegd, vind ik. Iemand vraagt of ik nog contact heb met Melanie. Nou, het antwoord is nee. Hoe dat is gegaan en gelopen, ja, dat heb ik gewoon in die video verteld. Daarna hebben we elkaar niet echt meer gesproken eigenlijk. Voor die zaak spraken we elkaar ook niet, dus dat is in principe niet gek. Deze pizza is heel lekker. Hoe hebben jij en haar elkaar leren kennen? Ik denk dat ik dat wel in een vlog heb verteld, maar via Tinder. En wat grappig is dat wij allebei iemand wilden uit onze eigen buurt. En ik kom uit de buurt van Amsterdam. Dus haar en ik trouwens, ik noem hem zelf ook haar hoor. Dus dat is niet omdat ik geheimzinnig nog doe.
Het begon als een beetje als privacy ding, maar ik noem hem gewoon zelf ook zo. We noemen hem allemaal eigenlijk. Iedereen noemt hem nu zo. Hij noemt mij ook C. Op Tinder en we hadden allebei onze afstand gezet op een aantal kilometer, zeg maar, niet te ver. Dus er moet iets gebeurd zijn op die dag. We weten het nog steeds niet. Dat of ik dichter bij Zoetermeer was, of hij dichter bij Muiden. Want anders hadden we elkaar dus nooit leren kennen op Tinder. En dat matchte heel erg leuk eigenlijk direct. We gingen echt uren bellen. En toen vrij snel afgesproken. En toen, nou, de rest heb ik allemaal gevlogd. Is ook eventjes uit geweest. Winningsangst vanuit hem. En dus ja, ik heb zoveel gevlogd. Echt. Dat er nog vragen zijn, vind ik gewoon überhaupt knap. Ik vertel zoveel. Ik denk echt, wow, kunnen jullie nog steeds vragen bedenken? Gelukkig, want ik vind mukbangs heerlijk om op te nemen. Ga je dit jaar op zomervakantie? Dat weet ik nog niet. Ik weet wel dat we 3 weken met z'n drietjes hebben voor het eerst dit jaar. Dus dat is superleuk. Dus we gaan sowieso weg. Maar wat we precies gaan doen, weet ik nog niet. De vragen gaan dus een beetje door elkaar, hoor. Ik ga ze niet van tevoren ordenen of zo. Hoe is het voor jou dat haar een dochtertje, heel een dochtertje heeft? Nou, super. Ik weet niet eens meer. Volgens mij heb ik niet eens. Toen hij het vertelde, zei ik volgens mij meteen. Hij vertelde het best wel snel. Meteen was ik gewoon enthousiast en vond ik het leuk. Gewoon, de band tussen ons is super. En ik vind het heel leuk dat zij er is. Ik heb echt geen seconde gewild dat zij er niet bij was. En net als hij verheug ik me er altijd op dat ze er weer is. Het moment met z'n drieën zijn gewoon altijd gezellig. Dus weer een vraag daarover. Je bent de laatste tijd vaak over kindjes bezig. Heb jij een grote kinderwens? Maar het schommelt een beetje in mijn vlogs. Ik heb een tijdje, vorig jaar of zo, kreeg ik echt een beetje dat rammelende eierstokgevoel. Dus naast het weten, ik wil kinderen, had ik echt ook het gevoel van ik zou het wel willen. En dat schommelt een beetje. En ik heb nu een beetje met, als ik kinderen zie, de ene keer denk ik, oh, ik wil ook nu. En de andere keer denk ik, nou, ik wacht nog maar eventjes, want waarom moet het per se nu? En vooral nu ik gestopt ben met 35, dacht ik eerst, dit is het perfecte moment. En nu heb ik eigenlijk iets van, nee, ik ben mezelf helemaal aan het ontplooien. Ik ben weer lekker op YouTube aan het focussen. Lekker met zelfliefde bezig. Studeren, weet je wel. Dus die tijd voor jezelf vind ik ook nog wel eventjes heel erg fijn. Lekker. Echt heerlijk. Echt HDP. Ben je een beetje oké met het feit dat je 35 achter hebt gelaten? 100%. Ik had verwacht dat ik het zou missen. Omdat ik het werk en het opzetten superleuk vond. Maar ik mis het niet. Ik kijk ook bijna niet meer. En als ik iets zie, dan denk ik alleen maar van, ik ben echt blij dat ik nu hier ben, zeg maar. Dus daar ben ik helemaal oké mee. Mis je iets uit je oude woonplaats? Hoe bevalt je nieuwe woonplaats? Iemand anders had ook gecomment van, ik merk als je dat je in je vlog, zeg maar, aangeeft dat je super blij bent als je weer in je oude woonplaats bent. Klopt, ik weet niet. Het sowieso bij mijn ouders zijn vind ik heel fijn. En dat mijn broertje er nu ook met zijn vrouw. Maar ik heb er gewoon heel veel herinneringen, dus ik heb daar zo lang gewoond in Weesp en Muiden. En in Muiden heb ik gewoon hele leuke herinneringen aan. Lekker na mijn werk, altijd op de fiets. En na mijn werk ging ik altijd in mijn eentje op het terras zitten. Nog even lekker. Of met heel heb ik daar zoveel leuke momenten gehad. Barbecue, dates. Gewoon, het voelde in Muiden echt als een vakantie. En ja, ik heb daar super veel goede herinneringen aan. En Weesp, niet eens per se had ik dat. Maar als ik er nu terugkom, heb ik het wel weer. Want ik heb daar gewoon een superleuke baan gehad. 4 jaar lang als juf gewerkt. Heel erg naar mijn zin gehad. Mijn hele middelbare schooltijd daar gehad. Ik heb daar heel veel herinneringen en ik kom daar echt heel graag terug. Maar het is niet per se dat ik daar zou willen wonen. Ik zou het wel leuk vinden om wat dichterbij te wonen. Maar dat gaat simpelweg gewoon niet. Want ja, we willen hier wonen omdat het heel natuurlijk een dochter heeft sowieso. En heel veel van zijn mensen wonen ook hier. En daar ben ik ook wel heel hecht mee geworden. Hoe kijk je aan tegen de veranderingen van 35? Wat ik al zei, ik kijk niet heel vaak meer. Ik kijk soms nog wel. Ik ben natuurlijk gewoon nieuwsgierig. En ik zie dat er dingen veranderen en daar ben ik heel blij mee. Want je moet echt je eigen ding doen. En ik vind het echt super om te zien dat ze daar nu helemaal gewoon precies aan het doen zijn zoals zij het daar willen. Ik heb het dan een beetje over Mel en iedereen die je erbij helpt. Dat vind ik echt top. Want hoe meer je naar je eigen hand draait, hoe meer het vanuit jezelf komt, hoe meer plezier je hebt in wat je doet. Dus super, echt. Eigenlijk had ik dat ook gehoopt, dat het gewoon helemaal lekker haar eigen ding zou worden. Dat ze helemaal zich kon gaan ontplooien daar. Dus top. Volgens mij gaat er best wel veel veranderen, qua kaart ook. Helemaal super. Ik geloof het echt heilig dat het dan een veel groter succes wordt als je lekker helemaal je eigen ding doet. Dus ik hoop vooral dat het lekker goed loopt, merk ik. En blij ben als ik zie dat het goed loopt. Dat is grappig, want ik heb bijna geen mannelijke volgers. Maar dit is Robert en die stuurt mij wel vaak DM's. Zonde van die nachos. Ik vind dat ik al best wel veel eet, maar ik heb echt mijn trek bewaard. Voor deze heerlijkheid. Robert vraagt, wat is je grootste droom? Ik heb helemaal geen namen van mensen genoemd.
En zou je wel eens een wereldreis willen maken? Wereldreis trekt mij niet. Ik zei wel ook in mijn vorige video, ik zou wel heel graag naar Korea, China, Japan of zo willen. Maar vooral om de heel totaal andere cultuur. En dan ook vooral met het eten en alle typische, weet je, kawaii-achtige dingetjes. Maar ook elektronica en make-up en alles wat daar gewoon normaal is. En hier heel bijzonder, dat lijkt me top. Wereldreizen heeft me nooit echt getrokken. Reizen sowieso niet heel erg. Nee, ik heb als kind met mijn ouders super veel gereisd. Ik vergeet vaak waar ik... Oh, het slaapt. Waar ik allemaal ben geweest. Maar Turkije, Marokko, Griekenland, Egypte. Maar dat was volgens mij één dagje. La Palma. Nou ja, dan Frankrijk, Spanje, Duitsland. Oostenrijk was ik dus nooit geweest. Maar ook Mexico, Israël. Vergeet ik nou iets? Amerika, echt wauw. En heel veel reizen hebben gemaakt toen ik best jong was. Wat soms best zonde is, want dan herinner je er minder van. Maar destijds vond ik het natuurlijk ook gewoon fantastisch. En de laatste jaren ben ik gewoon bijna nergens meer geweest. Behalve Amerika en Oostenrijk. Ik weet even niet meer wat dit gele pepertje is. Maar het is een soort peper. En die is echt zo lekker. Het is bijna een soort augurk. Het is niet pittig. Heerlijk. Ik ken het niet. Meloenpeper. Wat is je grootste droom? Nou, dat is dus heel grappig. Want mensen denken vaak dat... Omdat ik best wel veel dingen doe en onderneem. Dat het allemaal dromen zijn. Maar het is helemaal niet zo. Mijn enige droom is serieus om moeder te worden. En verder vind ik heel veel dingen gewoon leuk. Mijn grootste droom is dat ik gewoon lekker kan doen wat ik wil. Ik hou heel erg van werken. Maar ik hou heel erg van die afwisseling. Dus ja, gewoon financieel kunnen doen wat je wil vind ik geweldig. Dus dat je, zoals nu, weet je wel. Ik heb gewoon genoeg... Nu om mee rond te komen, terwijl ik niet echt per se een vaste baan heb, behalve dit. Gewoon steeds weer nieuwe dingen doen. Ik heb echt nog duizend dingen die ik zou willen doen. Maar ik doe gewoon het op het moment dat het in me opkomt en op mijn pad komt. Dus nee, de enige droom is moeder worden. Als dat niet zou kunnen, hè, zou ik zo erg vinden. Maar het grappige is wel dat ik nu heb ervaren dat je ook van niet je eigen kind superveel kan houden. En dat het ook heel leuk kan zijn. Maar een kind van jezelf is natuurlijk sowieso anders. Oké, we zijn een half uur bezig. Ik heb het warm. Nog meer vragen. Ik wil eigenlijk altijd gewoon alle vragen beantwoorden. Er waren ook best wel veel vragen over geld trouwens. Wat is dit? Oh, iemand zegt... Wat is je love language? Maar ik ken dat woord wel, maar ik weet eigenlijk helemaal niet wat dat is. Dus ik ging het opzoeken. Je hebt iets met... Of je het belangrijk vindt dat liefde vanuit woorden is. Dus ik hou van jou. Of bijvoorbeeld cadeautjes. Of qua aanrakingen. Of dingen voor iemand anders doen. En nog iets of zo. Maar toen ik het las, dacht ik dat bij mij het meeste past, denk ik, uitspraken. Maar ik denk toch meer aanrakingen. En dat dat voor mij meer zegt. Zeg maar gewoon lekker liefde tonen met intiem zijn. Kusjes, maar ook gewoon lekker hand vastpakken. Een klap op je bil. Dat soort dingen. Misschien vind ik dat nog belangrijker. Ik ben niet iemand die elke dag ik hou van jou. Wij zeggen dat bijna nooit tegen elkaar. Dus nee, eigenlijk... Maar bijvoorbeeld, je ziet er lekker uit of zo. Dat vind ik wel heel leuk als je dat zegt. Dus ja, wat is jullie love language? En zijn er nog goede artikelen of zo? Of dingen? Want ik heb me hier nooit in verdiept. En ik vond het eigenlijk best interessant. Dus tell me more about it. En misschien heb ik het dan nog over in de volgende mukbang. Ik heb allemaal van dat zand, weet je wel? Van die... Nou, geen zand, maar... Hoe doe je het nu financieel? Nu je behalve Instagram en YouTube geen baan hebt, maak je je daar zorgen om? Iemand anders zegt, heb je helemaal geen inkomen meer? Maak ik me daar zorgen om? Nee. Totaal niet. Ik heb het geluk dat wij een hele lage hypotheek hebben op dit huis. Wat heel erg chill is, is het is super makkelijk om de maandlasten bij elkaar te sprokkelen. Ik werk al sinds ik 12 ben. Ik kom over alsof ik niet kan sparen, omdat ik altijd heel veel koop. Maar als je goed kijkt, zijn het af en toe dure aankopen. Zoals een Apple Watch bijvoorbeeld. Maar het zijn geen echte dure aankopen. Ik ga ook niet heel veel op vakantie, dus ik geniet vooral van kleine aankopen en eten. En ja, mijn leven is dus qua vaste lasten echt lekker betaalbaar. Dus ik kan makkelijk leven van wat ik verdien. En alles wat ik heb gespaard. Dat heb ik natuurlijk in 35 gestopt. Maar dat heb ik weer teruggekregen. Slash krijg ik nog deels terug. Dus daar kan ik nu heel goed van leven. Ik doe nu ook weer steeds meer met mijn YouTube kanaal natuurlijk dan eerst. En met 35 verdiende ik ook heel weinig. En ja, het lukt gewoon om daarmee rond te kopen kan komen. Dat kan niet voor altijd natuurlijk. Maar voor nu wel. En ik ga nu ook, sinds vorige week doe ik een opleiding. En aangezien ik zoveel leuk vind. Ik heb nooit me zorgen gemaakt over een baan. Of over geld. Ik heb ook vroeger nooit geldzorgen gehad als kind. Omdat ik dat in mijn familie niet had. Dus dat is heel fijn. Maar ook zelf altijd gewerkt. Dus die zorgen heb ik niet per se. Maar ik heb ook vaak momenten gehad dat ik nog 100 euro op de rekening had vroeger. En dan kan ik weer heel zuinig leven. Dus als dat moment er komt,
gaat het prima. Maar tot nu toe echt geen enkele zorgen. We hebben het heel erg goed eigenlijk financieel gezien. En ja, zodra er weer iets in mijn hoofd komt wat ik wil doen, dan ga ik dat weer doen. En ik maak me er geen seconde zorgen om. Ik doe er altijd dingen bij. Het is niet alsof ik niks verdien. En ik heb natuurlijk ook nog een webshop. Dus die heb ik ook de laatste tijd helemaal leeg verkocht. Dus dan komt er natuurlijk ook nog wat binnen. Hoe ga je 30ste verjaardag vieren? Vind ik ook wel echt een leuke vraag. Ja, ik word dus 28 april 30. Misschien weten sommigen dat wel, maar 30 is voor mij echt een droomleeftijd. Heel veel mensen haten die leeftijd en willen het niet worden. En ik wil, zolang ik me kan herinneren, dus echt denk vanaf mijn 5e of zo al. Nou, misschien iets ouder, ik weet niet. Maar ik wist in groep 3 dat ik juf wilde worden. En ik wist altijd dat ik moeder wilde worden. En 30 leek me gewoon fantastisch. Niet per se dat ik er naartoe leefde van als ik 30 ben wil ik alles voor elkaar hebben. Maar wel dat ik dacht, oké, 30 is een beetje de leeftijd dat het zo kan zijn dat je een huis hebt. En een man. En een leuke baan. En aan kinderen gaat beginnen. En dat leek mij gewoon het allerleukste. Die hele studententijd en pubertijd en alles. Dat maakte me gewoon helemaal niks uit. Feesten. Ik geef daar niet zoveel om. Voor mij begint eigenlijk gewoon mijn droomleeftijd. Super grappig. En ik vier het ook nog samen met de dochter van mijn vriend. We vieren samen onze verjaardag. Dus het wordt een mega groot leuk feest. En daar heb ik heel veel zin in. Ik merk alleen dat ik de laatste jaren verjaardagen minder leuk vind dan vroeger. Gewoon dat organiseren ervan, daar hou ik wel van. Maar ik vind het niet meer zo boeiend als eerst. Dus ik moet een beetje die vibe terugkrijgen van oké. Vorige verjaardag heb ik een beetje losgelaten. Dat ik... Oh. Ik dacht even dat ze niet opnam. Huh. Die heb ik een beetje losgelaten. Ik dacht van ja, eigenlijk boeit het me niet meer zoveel. Dus het hoeft niet meer zo overdreven. Maar bij dit heb ik iets van, je verheugt je hier al zo lang op. Dus ik wil het wel een beetje leuk aanpakken. Dus even wat extra versiering. Ja, met z'n tweeën extra leuk natuurlijk. Ook gewoon lekkere hapjes. En ik wil het een beetje groots vieren, soort van. Maar gewoon hier thuis hoor. Meerdere vragen wat mijn droombaan is, die heb ik dus niet. Ja, mijn droombaan is denk ik dat ik gewoon heel vaak andere dingen kan doen. Als ik maar mijn creatieve uitingen erin kwijt kan. En als er maar afwisseling in zit. Ik heb nog zoveel ambities. Ja joh, vroeger, ik wilde musicals, ik wilde psychologie, ik wilde tijdschriften of boeken schrijven. Ik wilde met kinderen werken. Ik vind echt heel veel leuk. Ik zou nog een kinderboek willen schrijven. Ik zou nog iets met kinderliedjes willen doen. Ik zou nog een soort kookboek willen schrijven. Ik zou mijn eigen kindercoachingpraktijk willen. Ik zou groter willen worden met social media. Wellicht zou ik ooit weer iets van horeca willen opzetten, maar voorlopig eventjes niet. Iemand zegt hier ook, mis je de horeca? Ik mis het nu gewoon niet, maar de laatste maanden waren voor mij gewoon natuurlijk niet echt leuk meer. Dus dat zit gewoon nu even niet in me, dat blije gevoel, als ik daaraan terugdenk. Maar ik heb wel nu af en toe nog dat er ideeën in me oppoppen, dat ik denk, oh leuk. Maar voor nu, sowieso is mijn ambitie dan echt een zaak groot. Het hele concept, alles bedenken, maar dan ook met personeel werken. En dan groter worden, zeg maar. Dus niet per se fulltime op de vloer werken. Wel van het begin om het groter te maken. Dat was ook mijn hele insteek natuurlijk met 35. Heb je ergens spijt van in je leven? Dat is wel heel grappig, want tot 35 was mijn antwoord daarop echt nee. Als mensen zeiden spijt, dan zei ik echt van, ik heb gewoon nog nooit spijt gehad van iets in mijn leven. Oprecht niet. Niet echt spijt. Soms denk je wel van, oh, had ik beter niet kunnen doen, maar spijt? Nee. Maar bij 35 had ik op een gegeven moment wel iets van, oh, ik heb echt spijt dat ik dit niet, zeg maar, aan het begin allemaal wat beter heb uitgedacht. En iets minder impulsief en het iets beter had geregeld allemaal. Want dan was het allemaal wat, was het einde ook wat fijner. Of het einde was er misschien niet geweest, ik weet niet. Maar nu voel ik dat spijtgevoel helemaal niet meer. Want ik ben gewoon echt blij dat ik weg ben en lekker dit doe. En dat het daar bij haar ook goed gaat. Dus wel een keer spijt gevoeld dus. Maar dat is nu weer weg. Hoe zit dat bij jullie trouwens? Hebben jullie echt spijt van dingen? Want ik heb wel eens ook terugkijk op dingen en denk, had anders gekund of dat je iemand of iets nog mist door een keuze die je hebt gemaakt. Maar op dat moment was het dan wel het juiste. Dus ja. Zou je ooit nog iets zakelijk opzetten dat zoveel van je tijd vraagt? Ja, dat zeker. Daar heb ik geen moeite mee gehad. Maar ik denk wel dat ik niet meer snel iets samen met iemand zou starten en dat ik het dan alleen zou doen. Heb ik nou een hele pizza op of niet? Bijna. Heerly de peerly. Ik heb hier nog twee stukjes. Oh ja. Heb ik echt een hele pizza op. Ik vind het zo lekker. Iemand vraagt ook nog of ik nog wel eens langs 35 ga. Nee, ik ben er geen één keer geweest. Ik heb die behoefte op dit moment niet. Ik wil zeker over een tijdje echt wel een keer langs gaan. Maar nu heb ik die behoefte niet. Wat maakt jou heel gelukkig op dit moment? Dat ik de tijd heb om eventjes helemaal te doen wat ik zelf wil. Dat ik ook gewoon dat het me lukt om een beetje een ritme te hebben. Zonder dat ik verplicht ben om ergens te zijn of iets te doen. Als je snapt wat ik bedoel. Dus Lotte of Rome, mijn vriendinnetjes, heb ik altijd heel veel bewondering voor dat ze super goed kunnen plannen. En ik heb altijd wel een beetje meer een stok achter de deur nodig. Maar nu heb ik zo'n heerlijk ritme waarin ik gewoon
toekom aan dingen die ik altijd al wilde doen. Zoals bijvoorbeeld een wenkbrauwding. Maar dat wil je al heel lang, doe je niet. 3 keer per week sporten. Een studie erbij gaan doen. EMDR bijvoorbeeld. Dat vind ik gewoon heel relaxed. En dat komt dus ook doordat er geen druk op me ligt. Dus wel ineens weer wil studeren. Of weer meer content aan het maken ben. En ja, dat maakt me wel heel gelukkig. En dat ik ook door haar word ik helemaal... Die laat me altijd helemaal lekker mijn ding doen. Dat is heerlijk. Dat vind ik heel fijn. Welke opleiding ga je doen? CIVAS kindercoach. Ik heb het echt net in mijn vlogs gedeeld. Ik heb dus een stapbudget toegewezen gekregen. Heel dankbaar voor. Want ik weet dat heel veel mensen het super vaak proberen en het niet krijgen. Ik weet niet waarom het mij wel gelukt is. Misschien affirmaties of hoe heet dat? Aan iedereen die het niet gelukt is, ga alsjeblieft geloven dat het je de volgende keer lukt. Ik ga niet zeggen dat het dan ook lukt. Tuurlijk niet. Maar ik geloof er wel in dat het kan helpen. Maar ook weer niet bij iedereen. Dus don't blame me if I'm wrong. Maar voor mij helpt het vaak wel. Willen jullie trouwen? Nou, trouwen boeit me heel eerlijk gezegd heel weinig. Het enige wat ik gewoon wil, je weet al wat ik ga zeggen, de jurk en dat feest. Niet eens de ring, want ik haat ringen. Dan raak ik ze altijd kwijt. Maar de jurk, er mooi uitzien, het feest, dat lijkt me zo leuk. En natuurlijk gevraagd worden. Ik denk dat heel veel mensen dat alleen al heel leuk vinden. Gewoon die bevestiging dat iemand jou een huwelijk vraagt is natuurlijk gewoon superleuk. Iemand vraagt wat mijn favoriete wijn is. Rosé en wit die makkelijk te verkrijgen zijn. Maar sorry, er is 1 rosé. En die is ook de huiswijn van 35. Die heb ik ontdekt en die ga ik nooit aan iemand vertellen. Want die is zo geweldig dat ik hem voor mezelf wil houden. Want anders is hij straks nooit meer ergens te krijgen. Ik kan wel een goede rode wijntip geven. Die is van de Hanels. Hij heet Terra Linda. Het is een Syrah. Die is echt super lekker. Vooral met Shropshire of Black Sticks, Blue Cheddar, blauwe schimmelkaas. Goeie tip. You love it or you hate it, die wijn. Maar als je you loved it, dan vind je hem echt fantastisch. Wow, die pizza is echt heel koud. Poeh, ik zit wel vol. Het is ook super vroeg, hè? Het is nu pas 5:50. Ga je stoppen met Colmoi? Daar heb ik ook veel vragen over gekregen. Nou, niet dus. Maar op dit moment heb ik niet echt de ambitie om de webshop te vernieuwen. Omdat ik eigenlijk vind dat zoveel webshops, zeg maar, halen al hun spullen bij het World Fashion Center. En wil je echt een goede, leuke webshop zijn, dan moet je eigenlijk gewoon heel groot gaan inkopen en gewoon met bedrijven gaan werken die voor jou de items gaan maken. En dat is nu niet mijn passie. Maar ik ben vaak gewoon een beetje teleurgesteld dat en je hebt spullen die elke webshop in Nederland heeft. En heel veel van de kleding gaat op maat L, dus ik pas het zelf helemaal niet. Die passie is gewoon een beetje weg. Dus daarom ben ik helemaal aan het leeg verkopen. Want als ik het dan weer wil oppakken, en ik ben echt zo iemand die dat waarschijnlijk wel weer wil over een tijdje, dan wil ik gewoon leeg beginnen. Het enige waar ik echt heel enthousiast over was, was Ala. Dus die home collectie en die sieraden. Maar ik merk dat mijn publiek dat dan weer niet trekt, want heel veel vonden het te duur. Ik moet dan misschien een nieuw publiek krijgen, maar ik zou eerder denk ik naar wat luxere producten gaan dan die 10 euro sieraden, als ik weer begin. Wat ook stom is, ik kocht echt kleding in die gewoon dubbel de prijs was van een Primark kledingstuk bijvoorbeeld. Dus het is zo duur waar je het voor moet doorverkopen. Ik heb er echt wel lekker mee verdiend hoor, toen ik daar heel actief mee bezig was. Maar nu, volgens mij doe ik er al heel lang niks meer mee. Ik ben wel benieuwd hoe het samenwonen bevalt. Het hoeft niet om haat te gaan, maar in het algemeen. Het samenwonen bevalt supergoed. Maar H is gewoon echt de meest chille, rustige persoon op aarde. Dus ik heb ook nog geen dag gehad dat ik dacht van, oh, ik wil echt even alleen zijn. Of ik wou dat hij nu niet thuis kwam van werk, dat ik alleen was. Ik vind het wel, op donderdag eet hij bij zijn ouders. Vind ik het vet chill. Want dan heb ik gewoon van 9 tot 9, 12 uur lang om alles te doen wat ik wil. Zoals als hij nu thuis was, zou ik natuurlijk geen mukbang nu filmen. Dus dat vind ik heel chill. Maar hij is gewoon een heerlijke... Hij werkt gewoon fulltime, maar daarnaast is hij ook gewoon een fijne huisman, zeg maar. Die gewoon lekker dingen in huis doet. Alles qua klussen hier in huis heeft hij eigenlijk gedaan. Maar dan gewoon lekker op een rustig tempo. Alles verloopt heel soepel, geen irritaties. Het is gewoon een heerlijk persoon om mee te wonen. Ja, daar kan ik eigenlijk echt niks op aanmerken. Ik ben alleen dan degene die gewoon iets meer moet doen. Ik ben wel echt daar beter in geworden. Sinds ik niet meer bij 35 werk. Wat ik zeg, nu ik meer tijd heb voor mezelf, daar werk ik ook echt aan. Gewoon veel netter geworden. En alles helemaal aan het opruimen, uitruimen. Maar ook qua schoonmaken gaat veel beter. Ben je niet bang dat je juist aankomt? Ik heb geen zin in vragen over aankomen. Daar heb ik het al zoveel over in mijn vlog. Sorry. Hoe lang zijn jij en H samen? 3,5 jaar. Dit waren alle vragen, want hoe is het om bonusmoeder te zijn? Wanneer wil je kinderen? Heb je een kinderwens? Hoe is het om in een andere stad te wonen? Grappig. Oh, ik heb hier nog meer vragen. Hoe bevalt het om stiefmoeder? Iedereen deed je dezelfde dingen. Wil je nog wat met je horeca ervaring?
Blijven jullie de komende 10 jaar in Zoetermeer wonen? Nou, dat lijkt me wel. In ieder geval heel dichtbij. Dit vond ik zo'n rare reactie. Ik heb hem ook al gedeeld op Insta. Maar graag horen we eerlijk waarom je niet meer bij 35 werkt in plaats van een standaard antwoord. Echt, ik heb zo een duidelijke video gemaakt daarover. Zijn er nog dingen in huis die je wil aanpakken? Nou, de trap en gordijnen. Ik snap het echt als mensen zeggen van Charlotte, waarom is jullie huis nog steeds niet af? Maar we hebben dit huis gekocht en het leek geweldig, maar uiteindelijk moest er gewoon best wel veel gebeuren. Sowieso ook zeg maar qua grote dingen de raamisolatie. En verder echt geen verrassingen qua slechte dingen van het huis. Maar wel gewoon ja, dingen die je moest aanpakken. We wisten ook niet welke meubels en zo. Dus alles duurt heel lang. Maar wat we echt nog moeten aanpakken. Het kantoor moet af. Raambekleding. Trap. En dan weet je wat leuke accessoires dingetjes. Op een plankje hier boven de bank of zo. Weet je dat soort dingen. Maar verder is het echt wel bijna af nu, denk ik. Ja, eindelijk. Het is een heel fijn huis. Toekomstplannen, werk, privé, wat wil je bereiken? Heb ik denk ik ook wel een beetje benoemd. Laatste vraag, deze vind ik wel heel leuk. Hoe blijf je zo positief? En dat vind ik echt een compliment, want ik ben ook heel vaak aan het zeuren in mijn vlogs. Maar ik weet echt niet hoe ik hier antwoord op moet geven. Oh, ha belt mij. Maar dan kan ik nu dus niet meer recorden, dus ja. Oké, en we gaan weer door. Oh ja, hoe blijf je zo positief? Ha weet echt niet wat hij ziet als hij straks thuis komt en er ligt hier zoveel eten. Hij houdt trouwens echt van gezond eten eigenlijk, maar oké. Hoe je positief blijft, ik weet niet of je dat... Ik weet niet dat ik de beste tipgever daarover ben. Want het is niet dat ik daar tips... Hier ligt de spiegel als standaard. Ik weet niet dat ik daar echt bewust mee bezig ben. Ik geloof wel dat als je niet zo positief ingesteld bent, dat je echt met mindfulness, meditatie en podcast en zelfhulp boeken en van die tips dat je daar heel veel mee kan. Maar ik ben daar nooit echt bewust mee bezig geweest. Wat ik wel nu leer bij EMDR, of heb geleerd, is dat als je een stem in je hoofd hebt die streng voor jezelf is of negatiever kan zijn, dat het heel interessant is om dat van jezelf te weten en dat met je te kunnen sturen. Nou ja, dat heb ik afgelopen maandag pas geleerd of beseft. Daar kan je best wel veel mee bereiken, denk ik. Dat je denkt van, oké, dit is nu een hele, niet hele negatieve stem heb ik, maar een strenge stem bijvoorbeeld. En dat je leert dat te controleren of dat meer in balans te brengen met je echte gevoel. En verder, hoe blijf ik zo positief? Ik ben heel erg optimistisch. Ik zie bijna nooit beren op de weg. Ik ben best wel impulsief, maar eigenlijk behalve die stap met 35 is er eigenlijk nooit iets impulsief misgegaan. Maar zijn dat juist een beetje mijn beste dingen in het leven altijd geweest. Ja, ik vind het gewoon heel veel leuk. Dus ik denk dat ik daar ook de mazzel mee heb. Ik word heel erg blij van bepaalde dingen, dus qua ondernemen en wat ik allemaal nog wil in het leven, maar ook van kleine dingetjes, van eten, van spulletjes, van mensen. Ik kan daar gewoon heel erg van genieten, dus dat is denk ik ook een stukje karakter. Ja, weet niet echt precies verder. 36% wilde trouwens niet dat ik pizza ging doen, zie ik nu, maar ja. Even kijken, mukbang vragen, zijn er nog vragen? Nee, er is niks meer binnengekomen, dus dit is het. Maar ik heb nog zin in de sticks. Ik had trouwens een 25 centimeter pizza, maar ik vond best veel. Deze is alleen nu een beetje hard geworden, maar ik heb geen zin om dit nu op te gaan warmen. Laat dus echt even in de reacties weten, want daar ben ik wel benieuwd naar. Of jullie zeg maar ook vinden dat je bij een mukbang lekker dus veel moet bestellen. Of dat je zegt, het boeit echt niet. Ja, ik vind het heerlijk. Gewoon al dat eten en dat reviewen van al dat eten. Trouwens, besef me net tijdens het bellen met haar dat ik dus een bloemkoolbodempizza heb genomen. Ik heb er niks van geproefd. Dus in die zin zou ik dan wel altijd voor de bloemkooloptie kiezen, want dat is wel gezonder. Daarbij wil ik deze video afsluiten. Vergeet niet te abonneren als je dat niet hebt gedaan. Het zou heel leuk zijn als er ook nieuwe kijkers komen hierdoor natuurlijk. Dus als je nieuw bent, ja, ik maak altijd weekvlogs. Maar ik heb niet het idee dat er echt nieuwe mensen op gaan afkomen. Maar goed, volg me ook echt even op TikTok, want daar ben ik best wel actief bezig. Superleuk. En Instagram natuurlijk. En dan zie ik je graag bij de volgende video. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Klets lekker mee hieronder. Want dat is wel heel gezellig. Sowieso bij Mukbang. En dan wil ik zeggen heel erg bedankt voor het kijken. En tot bij de volgende video. Of op social media. Doei.